Als ik kijk naar uw macro-economisch review, ziet het er goed uit op papier, maar in de praktijk klaagt men toch heel veel over de situatie. Hoe komt dat? Wij op de centrale bank blijven zeggen dat het er goed uitziet. En als we praten over klagen, dan wil ik wel graag weten waarover men klaagt, wat de meest cruciale issues zijn. Want het is niet alleen de centrale bank. Als we kijken naar de credit rating agencies, als we kijken naar de board of governors van het IMF, als wij het klimaat observeren hier in het land, dan vraag ik me wel af waar de klagers zijn. Nou, de koers bijvoorbeeld, dat mensen geen geld kunnen vinden voor de centrale bankkoers. Kijk, ik weet niet in hoeverre dat correct is. Wij zijn in continue communicatie met de banken en de cambio's. Wij krijgen alle informatie over de transacties. Wij van de centrale bank staan bij waar nodig is. Eén, wij geven de banken de valuta wanneer ze die niet hebben. Ik geloof dat we voor dit jaar voor iets van 196 miljoen hebben geïnterveneerd, vergeleken met 245 het vorig jaar. Zodra er problemen zijn bij de cambio's, komen zij echt wel gelijk naar ons toe. Wij weten dat de importeurs, en zeer zeker de meest noodzakelijke importeurs, altijd gelijk worden voorzien van valuta. Dus ik begrijp niet waar de grootste zorgen zijn. We hebben een beetje problemen met die internationale prijzen van olie en goud. Dan zou je denken dat de overheid heel zuinig zou moeten omgaan. Maar dat zien we niet, omdat juist een treinverbinding komt. AOV gaat worden verhoogd, AKB wordt verhoogd, de begroting zou worden aangepast, is nog niet gebeurd. Wat u allemaal daar noemt, één, dat moeten wij nog zien gebeuren. Twee, wat wij altijd hebben meegemaakt, is dat begrotingen in Suriname historisch heel hoog worden opgeblazen, maar slechts worden gefinancierd als er geld is. Drie, wat wij hebben gemerkt bij de overheid, en dan praat ik puur over cijfers, is dat de overheid toch wel een behoorlijke aanpassing heeft aangebracht. De overheidsontvangsten uit de minerale sector, die zijn vergeleken met 2012 met 50% teruggebracht. Ik denk dat we vergeleken met 2013 praten over een 30%. Ik denk dat de totale lopende ontvangsten, zeer zeker indirecte belastingen, die zijn zeker met 50% teruggebracht. Je praat over een enorme drop in overheidsontvangsten. Tot zover, als we kijken naar de cijfers, tot oktober, als ik me niet vergis, dan praten wij over een teruggaan van de uitgaven van de overheid van ergens 2,8 tot 3%. Als we alles bij elkaar optellen, dan zien wij dat de overheid een zware aanpassing heeft gedaan van rond 5%. En dat terwijl 2013 een zeer moeilijk jaar was. U weet dat wij in september 2013 ben ik uitgekomen met een persinterview, omdat voor ons dat echt wel het moment was om zwaar uit te komen. Waar wij de overheid hebben gevraagd om de tering naar de nering te zetten. We hebben de banken ook gevraagd om hun kredietbeleid te gaan bematigen. En dat heeft gewerkt. Als we luisteren naar de oppositie, is er voor alles mis, hè? Vooral de monetaire reserve. Men vindt dat de bank het heeft opgemaakt. Kijk, alvast kan de centrale bank de monetaire reserve niet opmaken. Het zijn de reserves van het land. En wat wij kunnen doen, de monetaire reserves zijn voor mij heilig. Dat heb ik al, geloof ik, in een van mijn eerste interviews gezegd met u. Maar die monetaire reserves zijn geen statisch gedoe. Ze moeten gebruikt worden wanneer dat nodig is. Kijk, de economie is gegroeid. We hadden een miljard aan reserves. De consumptie is naar een miljard gegaan. Men gaat consumeren naarmate de economie groeit. Wat wij proberen te doen is waar het noodzakelijk is te interveneren, zodat de economie door blijft draaien. En we hebben rekening gehouden met de dip. Die dip is gekomen. Maar de perspectieven zijn veel beter. Dus ik ga me echt niet inlaten met het taal van de politici. Wij kijken naar cijfers en als u me kent, weet u dat wanneer wij zien dat het in de gevarenzone komt, dat wij echt wel gaan inspringen.